Ondernemer Sean Nixon alias Saya is integraal vrijgesproken voor alle feiten. Saya stond terecht voor witwassen. In de spraakmakende zaak is het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk verklaard. In dezelfde zaak zijn ook de douaneambtenaren R. Gambier en J. Shin Sichong vrijgesproken voor valsheid in geschriften en oplichting. De zaak die in 2022 begon is donderdag geëindigd met het vonnis uitgesproken door rechter Lydia Ravenberg. De vervolging had voor Saya valsheid in geschriften, oplichting en money laundering een gevangenis van 3 jaar onvoorwaardelijk geëist, een geldboete van SRD 750.000, betaling van de openstaande belastingschulden en verbeurdverklaring van de in beslag genomen roerende en onroerende goederen.